Breda Nu. Je weet het meteen. Na 8 jaar lijkt er een nieuwe bestemming te komen voor de oude bioscoop aan de Reigerstraat in Breda. Initiatiefnemers Arnold van der Leden en Sven Roemen willen hier House of DJs gaan vestigen. Wat is het plan? House of DJs is een initiatief waarbij we Breda als DJ Capital of the World op de kaart willen zetten. Dat doen we in de casinobioscoop hierachter. Door een DJ Center waarbij DJ's samen kunnen werken. Een DJ Experience Center waarin het publiek kan zien hoe DJ's werken en hoe het is om als DJ door de wereld te gaan. Waarom moet het hier in Breda komen? Dit is een unieke kans voor Breda. De dance-industrie in Nederland is enorm groot en House of DJs laat dat zien. In Breda hebben we 3 jaar Chesto als nummer 1 DJ van de wereld gehad en 2 jaar Hardwell. Wat natuurlijk heel bijzonder is voor een stad. Dus waarom laten wij als stad dit gewoon niet zien? Hoeveel geld denkt u nodig te hebben om dit plan te realiseren? Ja, we hebben gekeken naar wat het pand kost en wat de investeringen zijn om het te verbeteren, asbest eruit te halen en helemaal in te richten. Ik denk dat we tussen de 4 en 5 miljoen euro kwijt zijn. Je verwacht 100.000 bezoekers. Het eerste jaar vanuit de hele wereld. Waar baseer je dat op, deze verwachting? Ja, dat is een goede vraag. We hebben gekeken naar wat Moti doet. Gewoon 75.000 bezoekers per jaar. Dit is echt een uniek wereldwijd concept dat nergens ter wereld nog bestaat. Dance is mega populair wereldwijd. Het is out of the blue 100.000 bezoekers. Maar daar wordt door NHTV studenten binnenkort verder onderzoek aan gedaan. Voorlopig gaan we uit van 100.000 bezoekers per jaar, maar dat is nog niet heel erg fundamenteel goed onderbouwd, moet ik eerlijk zijn. Ja. Hoe zien jullie dit voor je? Ja, als conceptontwikkelaar is dit natuurlijk een droom voor mij, zoiets groots bedenken en neerzetten. Hoe ik het voor me zie is dat de dance-industrie echt een plaats krijgt. Je komt hier binnen en je ziet winkeltjes gerelateerd aan de dance-industrie. Je kunt zeg maar naar boven en het beleven hoe het is om een DJ te zijn. Je begint als klein jongetje, op een duur kom je in een installatie en je voelt hoe het is om voor 100.000 mensen te staan. En je eindigt met groot je billboards overal en je krijgt een kaartje mee naar huis. Wanneer hoop je dat het open gaat? Ja, ik denk dat we eind van het jaar zouden kunnen beginnen met de verbouwing. En ik denk dat we toch wel 1,5 jaar bezig zijn. Dus ik denk medio 2018 dat het open kan gaan.